Hallo, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij die ik niet heel vaak plaats, maar ik heb weer eentje. In deze video heb ik een What I Eat in a Day voor jullie. Het loopt een beetje door de war, want ik heb twee verschillende dagen gebruikt en een beetje door elkaar heen geflutst in de video's, maar ik hoop dat het duidelijk is. In de ochtend altijd Nescafé koffie als eerste maaltijd. Oké, zoals jullie wel weten, ik heb mijn eerste maaltijd echt pas om 2-3 uur 's middags. Vraag me niet waarom, ik kan gewoon niet 's ochtends eten. Ik heb alleen maar koffie en misschien een beetje chocola, maar that's it. Vandaag heb ik als ontbijt / lunch Tom Yum. Dat is echt traditionele, authentieke Thaise soep. Super lekker. Maar ja, het is echt alleen voor de echte diehards. Voor mensen die echt van authentiek Asian food houden, zoals ik. Is het gewoon super lekker. Met extra zuur citroen en met rijst. Dat eet ik dan gewoon als ontbijt / lunch. Er zit echt garnalen in. Sommige mensen doen er ook seafood in. Oesterzwammen, verschillende soorten champignonnetjes en verder allemaal van die kruiden die je niet eet, zoals de citroenblaadjes en citroengras en galangal. Alle flavors van Thai food. En het is water met een beetje kokosmelk, maar het is echt een hele lekkere soep. Oké, ik ben mijn What I Eat in a Day aan het editen en ik maak van die rough transities en daarom maak ik even deze video. Om te stellen dat ik dus Tom Yum had gegeten als middageten. Maar de dag erna had ik een lunch wat ik bijna dagelijks heb. Dus ik dacht, maar dat film ik ook erbij. En dat heb ik dus gedaan met een paar beelden waarvan ik laat zien. Oké, dit is wat ik eet. Maar dit kon ook iets zijn wat ik eet. Dus ik heb twee dagen een beetje gemixt van mijn What I Eat in the Day. Ik hoop dat het duidelijk is. Maar je zult het zo meteen wel zien. Wat ik meestal heb voor lunch zijn eieren, kalkoenfilet en wat rijst. En soms ook wat witte bonen in tomatensaus. Of iets anders met eieren, kalkoenfilet of runderrookvlees. Dus een broodje met runderrookvlees of kalkoenfilet. Maar vandaag had ik weer zin in eieren met kalkoenfilet en wat rijst. Ik pak eerst even wat boter. En dan bak ik de kalkoenfilet goudbruin. Ik gebruik zelf 5 of 6 stukjes. En ondertussen eet ik even een stukje Tony Chocolonies. Ik weet niet wat het is, maar dit is mijn nieuwe verslaving. Terwijl het eigenlijk niet echt vet speciaal is, zoals een Bueno of zo met zo'n hazelnootpasta. Het is eigenlijk gewoon chocola, maar het is zo lekker. Oké, zoals je ziet is de kalkoenfilet mooi bruin, dus nu gaan de eitjes eroverheen. Ik heb vaak ook 3 eieren, maar vandaag ga ik voor 2. Oh nee, eentje is kapot gegaan. Nou, dan doe ik wel 3. Zo. Toch maar 3 eitjes. Dan even verspreiden. Zo. En dan kruid ik het met knoflookkruiden. Lekker veel. Wat kipkruiden. Oeh. En wat chilies. Want ik hou van lekker pittig. Oeps, beetje te veel. Beetje te veel. Dat haal ik er een beetje af. En terwijl het ei aan het bakken is, warm ik een beetje basmati rijst op. Dit is dan hoe het eruit ziet. Ik heb er ook wat aioli op gedaan, want ik hou van aioli. Komkommer voor de antioxidanten en ook wat tempeh sambal van de Oriental. Echt super lekker deze combo. En dan ga ik lekker eten.
ik kan niet eten zonder dat ik iets kijk. Echt een probleem, maar ik kan gewoon niet eten als ik niet iets van een serie of film opzet. Dus dat ga ik even doen. Iets op Netflix, iets snels terwijl ik eet en dan ga ik weer verder met werken. Oké, meestal laat ik niet zien wat ik overhoud voor mijn eten, maar dit is wat ik vandaag heb opengehouden. 3 eieren was een beetje te veel van het goede, man. Oeh, ik ben echt heel erg vol. En ik weet niet wat het is, maar koolhydraten heb ik heel veel moeite mee. Dus ik hou vaak koolhydraten over, maar ik eet wel heel veel vetten. Ben ik net achtergekomen trouwens, toen ik het even ging analyseren. Maar ik eet veel meer vet op een dag dan koolhydraten. I don't know what it is, maar misschien maar de verandering daarin brengen. Nectarine als een snackie. Echt lekker. Oké, helaas had ik voor het eerst in 3 jaar weer snackbar eten gegeten. Ik vond het zo lekker weer dat ik het nog een keer bestel. Ik heb kipnuggets, frikandel, friet en pindasaus en mayo. De best. Maar ja, dit is dus mijn dinner. Dit heb ik trouwens niet heel vaak hoor. En als ik al zoiets heb, dan is dat meestal McDonald's. Maar dat eet ik niet vaak. Het is totaal niet mijn ding. Ik hou van Aziatisch eten. Maar soms heb je hier gewoon echt zin in. Oké, ik ben aan het huilen. Want ik ben Indiaan aan het koken en daarvoor moest je uitsnijden. En ik kan daar niet tegen, man. Het doet echt pijn in mijn ogen. Maar ja, ik ben dus Indiaan aan het koken voor avondeten. Let niet op mijn huisvrouw look. It is what it is. Maar ja. Komijnzaadjes, ui, groene pepers. Killing. Ik zie hier echt Armin normaal. Dat is zo'n Oekraïense huisvrouwtje die zo gebogen staat. Zo'n Oekraïense omaatje die kookt zo. Super slecht op mijn rug. Ik wil huilen. Zo, ik wou dat jullie dit konden ruiken, joh. Indiaan is echt sterk. Maar goed, ik heb dus minste garlic. En minste... Oh nee, dit is minst garlic en minst ginger. Dit potje kost 5 euro. Ik kan net voor mijn eigen minst ginger maken. Maar ja, lui. Anyways. Dit gaat dus in elke Indian gerecht. Ik ben trouwens de Jalfrezi Indian curry aan het maken. Ik ben echt benieuwd. Oké, ik had dus patat gegeten. Maar ik ben aan het filmen wat ik normaal eet. Want patat eet ik bijna nooit. Maar curry's en zo eet ik bijna dagelijks en Asian food. Dus ja, ik ga jullie laten zien hoe een avondmaal van mij eruit ziet. Oké, here we go. Chicken Jalfrezi, lekker pittig. Indian gerecht. Dit eet ik dan met basmati rijst. Als snack heb ik wat Maltesers. En ik ben deze serie Sex Life aan het kijken waar iedereen het al heeft. Dus Maltesers. En ik had ook een paar snoepjes. Ik ben echt verslaafd aan deze. Echt verslaafd aan deze. Super lekker. Ben ik wel, bitte waar. Gebruik je verstand al. Lekker. Nou, wij ook, hè. Denk aan wat je hebt. Ze geven elkaar volledig. Voor het slapen heb ik meestal mijn kwark. Met flavor drops. Maakt het echt een stuk lekkerder voor mijn protein. Pre-bed ritual. En dit eet ik niet omdat ik er zin heb, maar heel doelmatig voor de eiwitten. Ik wissel het af. De ene dag heb ik kwark. Andere dag heb ik overnight recovery protein. Andere dag heb ik protein pudding. Ik was een tijdje lang klaar met kwark. Toen had ik dus van die protein puddingjes en zo. Maar nu ben ik klaar daarmee. Toen ben ik weer terug naar kwark. Weet je. Ik denk dat ik 150 tot 200 milliliter eet. Armin eet ook echt een halve bak. 500 milliliter of zo. Dus samen gaan er heel veel van deze bakken doorheen.
En ik maak ook altijd Armin's lunch voor werk. En dan ga ik even laten zien wat ik voor hem maak. Wat ik zelf ook al had 's middags. Ei met rijst. En daarboven heb ik spersieboontjes van de Chicken Gelfrezi curry. Dus dat is zijn lunch voor werk. Elke dag hetzelfde. Hij wil echt elke dag dit. Hij is niet moeilijk, gelukkig. En ja, dat is dus mijn allerlaatste maaltijd. En dan heb ik nog vitamines. En that's it. Dan ga ik slapen. Thank you for watching. Dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hebben jullie nog ideeën voor video's? Dan comment. Vergeet niet thumbs up te doen en te subscriben. En mij ook even te volgen op Instagram.